Zo, hallo, goedenavond. Zo, ik heb toch nog even alle stempels maar uit het mapje gepakt. Ik dacht ik laat het erin zitten, maar ik bedacht me. Dus. Nou, allemaal een fijne vrijdagavond hier weer bij de Duif. Vanavond ga ik met jullie aan de slag met Daniel Smitverf en de Lesia Rozenstempels. Daarmee heb ik al deze voorbeelden gemaakt. En. Sorry. Gaat lekker zo. Nou, ik wil jullie vanavond laten zien hoe ik dat doe. Ik heb deze namelijk gemaakt met de fade-out inkt. En daar heb ik nou ja, ondertussen een aardig techniekje mee uitgevonden. Waarmee ik denk dat iedereen met die inkt aan de slag kan. Ik hoor vaak mensen die zeggen van ja, en ik kan daar niks mee, want die lijntjes zijn te licht. En nou, als je met aquarel werkt, of aquarelverf, dan ga ik vanavond een maniertje laten zien waarop je dus wel met die verf uit de voeten zou moeten kunnen. Of in elk geval waarop je misschien weer een keer zin krijgt om het te gaan proberen. Er zijn veel mensen die hebben deze inkt op stapel liggen thuis, dus dat is hartstikke zonde, want je kunt er hartstikke prachtige dingen mee maken. En het leuke van deze inkt is, zoals je hier ziet, is dat je nagenoeg randloos kunt werken. Dus je stempelt je stempel af en vervolgens kun je daar dus zonder dat je de lijnen ziet mee aan de slag. En ik ga laten zien hoe. Ik ga vanavond werken met de Daniel Smit aquarelverf. Die heb ik hier een folder van. Die verf die is er in 200 heel veel te veel kleuren. Zoals jullie hier misschien wel kunnen zien. Nou, die folder die past niet in beeld. En als je dacht dat dat alles was, zit er ook nog een ontzettende achterkant aan met de Primatec kleuren. Dacht even leuk om heel snel te laten zien. Vanavond werk ik namelijk met wel twee hele kleurtjes. Of drie. Ik had er drie geselecteerd. Te weten. Dan ga ik eerst even de voorbeelden een beetje weghalen. Want anders wordt het een hele drukke boel hier op het scherm. Die kan ook weg. Zo. Hopsakee. Nou, de kleuren waarmee ik ga werken, die heb ik zelf nog niet eens zo lang. Behalve, dat zijn deze twee kleuren rood. De Perylene Maroon en de, ja, niet uit te spreken maroon. Naftamide. Naftamide. Oh. Ingewikkeld maroon. Het zijn allebei maroon kleuren, maar zoals je ziet is deze meer paarsachtig, rode wijnachtig en deze meer richting de bruinkant donkerrood. Daar kun je de mooiste rozen mee schilderen met deze twee kleuren. Bijvoorbeeld, als je hem zo ziet, dan denk je van ja, wat is dat nou voor kleur? Maar deze is dus bijvoorbeeld met die naftamide gemaakt. Mijn favoriete kleur groen. Voor dit soort dingen is de Undersea Green. Die gebruik ik graag voor dit soort dingetjes. Dan heb ik de kleurtjes even laten zien. De stempels die ik ga gebruiken. Er zijn een aantal prachtige Lesia stempels die hier goed voor te gebruiken zijn. Ik zal ze even hier laten zien. Deze, de 241. 41 of de FL241, dat is bijvoorbeeld even graven. Deze, die kun je op twee verschillende manieren kun je die kleuren, waardoor je een heel ander uiterlijk krijgt. Want deze aan de rechterkant
is exact dezelfde stempel. Dat zien jullie waarschijnlijk nog wel net aan de vormen. Maar geeft een heel andere uitstraling als je hem anders kleurt. Als we tijd genoeg hebben, sta ik even bij stil hoe je die kunt kleuren. Daarbij is de FL233 een hele mooie. Dat is namelijk deze roos. En ja, de lesia's die zijn heel veel los. Dan hebben we deze, de FL232. Dat is, als je hem uitwerkt, even in mijn stapel graven. Waar is die heen? Oh ja, hier bijvoorbeeld deze gele. Die hier. Ook hele mooie. Of hier heb ik hem nog in het paars. En dan hebben we een hele set. Dat is deze. Eigenlijk onmisbaar deze set. Ook omdat die blaadjes erbij zitten. De FL252. Daar zitten twee van die mooie in. En vooral ook die zijwaartse. Is een hele mooie om te gebruiken. Die zit dan ook weer hier. Dat is deze. Met die roze knopjes zo. Ziet er dan zo uit. En dan heb ik nog de bladeren. Even dit allemaal aan de kant. Ik heb wat extra bladeren erbij gepakt. Beide setjes, zoals ik net had, deze FL252, daar zitten ook bladeren bij. Hier bij deze FL241, daar zit ook een blad bij. En bij de FL233 zit ook een blad. Dus daar kun je mee werken. Daar heb ik net de voorbeelden van zojuist allemaal meegemaakt. Maar toen had ik deze nog niet ontdekt. En dat is de FL134A en de 134B. Dat zijn wat grotere bladeren. Kijk maar als ik zo'n roos er even bij hou. Dat werkt ook lekker. Dus die ga ik vanavond gebruiken. Omdat ik dat... dan heb ik weer eens wat anders. Dat zijn echt, deze stempels kan ik je echt van harte aanbevelen. Mocht je ze nog niet in je bezit hebben, dan... ik ga niemand dwingen, maar dan kan ik ze van harte aanbevelen. Even mijn koffie roeren, want ik was er nog niet aan toegekomen om die op te drinken. Deze stempels ook aan de kant. Nou, de Incon 3, dat is dus de fade-out inkt, zoals dat ook wel heet. Ik ga de camera laten zakken. Ik ga even zwabberen. Dan kunnen jullie het allemaal weer wat beter zien. Zo, sorry voor het lawaai. En zo. Het blauwe plaatje in het midden. Het midden is helemaal daar. Daar is tegenwoordig ook een refill van. En dat is nog veel, veel fijner, want ik merk wel dat de mijne die... jongens, ik sta voorlopig op geen beurs. Dat, ik was op de Art Specially, maar... Het moet ook allemaal niet te gek worden. Plus, ik weet ook niet, geen idee van. Maar voorlopig Art Specially was mijn eerste. En dat doe ik. Hè? Sorry, mijn beeld knipperde ineens. Dat is een beetje van afgeleid. Dat is ook raar. En irritant. Ik heb een blauwe onderleggertje nu voor het eerst. Maar als die de hele tijd zo irritant gaat lopen knipperen, dan... gaan we dat niet doen natuurlijk. Zo. Dan heb ik hier één aquareldoos. Oh, en die plaat is natuurlijk magnetisch. Dat levert ook leuke dingen op hier. En hier zijn de rest van mijn magneetjes. Dit aquareldoosje is een superleuk doosje. Daar kunnen allemaal losse napjes kun je hierin doen met de Daniel Smith verf. Er passen er 12 in. Dus je kunt 12 kleurtjes in zo'n klein doosje doen. En ik vond hem voor de lijfse... vooral heel handig, dan selecteer ik uit. Ik heb wel echt een grote verzameling ondertussen met Daniel Smith kleurtjes. Maar dan selecteer ik voor de lijf daar wat kleurtjes uit. En wat ik dus aan het vertellen was, was dat die re-inker, dat ik daar nu wel zo blij mee ben. Want ja, dat is op zich niet een heel goedkoop inkpad. Dus dan is het ook fijn als je die af en toe weer eens nat kan maken met je re-inker. Zo, even een slokje koffie erbij. Nou, wat gaan we doen met
Oh, die heb ik weer aan de kant gelegd. Oh, daar is die al. Met mijn stempelhulp ga ik even aan de slag. Om een leuk layoutje te stempelen. Daarna ga ik met de verf wat erbij doen. En de refill inkt. Zo. Even, ik heb hem iets te ver naar beneden gedaan. Nu heb ik geen werkruimte meer over. Dus we gaan weer omhoog. Zo. Verder even aan de rechterkant. Het papier waar we op gaan werken is D-Lines aquarelpapier. Ik dacht een kaart te maken, nu is om te matten. D-Lines aquarelpapier heb ik in een klein doosje gedaan. Dat is 200 grams aquarelpapier en dat is hier prima voor geschikt. Wat je ook kunt gebruiken, is misschien nog wel iets handiger omdat we met best veel water werken. Maar als je het laat drogen, wordt het allebei weer recht. Is het Florence aquarelpapier, dat is ook A6 in dit geval. Je kunt ook een A5 dubbel vouwen. Dan ben je in één keer klaar, heb je gelijk een dubbele kaart. Deze is 300 grams. Deze is 200 grams. Oh, deze is 200 grams. En voor de rest is dat het enige verschil eigenlijk. Dit papier, dit is allebei intens wit. Zelfde structuur, zelfde gladheid. Allebei 100% cellulose. Dus het enige verschil is het gewicht. Wil je stempels uitknippen, neem je het D-Lines papier. Wil je stempels als een basiskaart, of je papier als een basiskaart gebruiken, dan neem je deze. Dat 300 grams papier knipt gewoon niet zo makkelijk. Dat is nou eenmaal zo. Maar we gaan vanavond schilderen. Eigenlijk is het gewoon schilderen. Dus kunnen we wel gewoon even wegzetten. Dat in één keer op een vel doen. Zo. En zo. En dan had ik er hier nog een paar. Die kwamen ineens van mijn aquareldoosje af. Die mag even daar. Even een slokje koffie voordat het koud wordt. Wat ik bij de hand heb. Hier trouwens nog eens een waterspray. Mijn penselen. En een pot met water. Dat lijkt me wel zo handig met de aquarelverf. Ik spuit mijn napjes met de waterspray alvast wat nat. Dan pak dat zo meteen makkelijker op. Maar we gaan eerst stempelen. Even te denken welke ik eens ga doen. Ik neem deze schuine stempel uit. Oh, krijgen we al die nummers weer. Deze is uit de FL252 set. Daar zitten twee stempels in een set. Ik stempel die een beetje uit de kant in het midden. Vervolgens ga ik daar met de fade-out inkt op. En ik druk die af. En dan zie je bijna niks. Gelijk de tip van mij. Stempel hem nog een keer. Vandaar de stempelhulp. En zo even. Met rechts gaat het iets makkelijker. Het is altijd een soort reanimatiecursus als je zo die stempels drukt. Nou is die van mij een klein beetje verschoven. Maar het mag niet hinderen. Aan de andere kant. Daar zet ik ook zo'n zijwaartse stempel en die heb ik hier. Ik zoek het nummer zo meteen op. En jullie kunnen trouwens alle producten van vanavond ook terugvinden op de website van Hobby Complete Duif. Nou, die komt hier. Ongeveer ook een beetje in het midden, vanaf het midden zeg maar. Zo. Nou, precies hetzelfde. Ik beïnkt weer de stempel. En ik druk die twee keer af. Dat twee keer, dat hoeft niet. Maar ik vind het wel handig.
Want dan zie je de lijntjes wat beter. Maar die lijntjes die komen zo toch wel zichtbaar. Ga ik je bijna laten zien. Dan heb ik maskertjes geknipt. Nou, dat heb ik wel eens vaker laten zien. Die plak ik eigenlijk altijd hier op de achterkant. Want dan kan ik ze nog een heleboel keer gebruiken. Die maskertjes die plak ik hier overheen. Ongeveer. En die andere die heb ik hier. En dat kan gewoon over die fade-out inkt heen. Niet moeilijk over te doen. Dan heb ik die bladerstempels nodig. Daar is dus een A en een B versie van, een grote en een kleine. Nou, ik heb met deze bladeren geen voorbeeld gemaakt, dus dat is even bezien wat ik daar mooi aan vind. Ik vind deze wel heel groot eigenlijk. Die past beter bij de net nog iets grotere rozen. Dus we gaan met die kleine aan de slag. Hatseflats. Nou, die mag hier plek maken. Geeft niet als het een beetje van de kaart afloopt. Dus dat is ook wel leuk. Zo. En ook die stempel ik. Daar zie ik gelijk blunder van mij. Die heb ik vorige keer met de archival inkt gebruikt en niet schoongemaakt. Beetje jammer. Maar nou is het wel zo. Dus nou doen we er helemaal niks meer aan. Krijg je ervan als je spullen niet gelijk schoonmaakt. Maar ja, soms komen er weer duizend dingen tussendoor. Ik weet niet of dat bij jullie ook zo is, maar bij mij wel. En dan heb je pech. Volgende keer beter. Dat is wel bij deze inkt. Voordat je hem gaat gebruiken moet je echt je stempels even heel goed schoonmaken. En meestal doe ik dat ook eventjes met een alcoholdoekje. Maar ik had geen tijd meer vandaag. Dus nou ja, nu zie je ze extra goed. Dat komt dus niet omdat die fade-out inkt ineens zo goed doet. Maar omdat de stempel vies was. Maar het hindert niet. Voor deze techniek, Marion, je vraagt of de inkt snel droogt of dat je even moet wachten. Voor deze techniek die ik nu gebruik, moet je een beetje doorwerken zelfs. Het is liever dat je inkt niet helemaal ingedroogd is. Dus ik hoop ook dat ik nou niet te sloom ben. Kijk hoor, die moet zo. Het gaat even ook om het idee. Dan wil ik natuurlijk liever wel wat moois maken. Zo. Ja, hier leren jullie ook van. Dat is zeker waar stempel schoonmaken moet. Ook al, hij leek zelfs gewoon schoon. Maar inkt bedriegt. Nou, nu kan ik uit die set nog wel zo'n blaadje erbij doen. Hieronder. Zo. Ja, leuk. Ik heb nog even iets extra's. Zo. Want daar zit nog zo'n kale vlakte. Nou, je ziet, deze stempel was wel schoon. Hartstikke idee. Doen we die hier ook. Precies nog zo die drie blaadjes die uitsteken. Vind ik leuk. Ik hoef me niet te bedanken voor het antwoord, daar zit ik toch voor. Alleen soms gaat de tekst sneller voorbij dan dat ik antwoord kan geven. Maar zo. Oh, klapbabber. Nou, nu is het voorbeeld afgestempeld. Die maskertjes, die mogen eraf. Die plak ik weer achter op mijn stempelsheetje. En deze ook. Nu is het echt nog wel... gewoon een rommeltje. Deze die mag ook daar terug. En wat ik nu wilde laten zien, is hoe ik dus met die inkt werk. Ik heb daar een soort trucje voor
ontdekt is bijna het goede woord. Dat ging een keer al eerder in de live, dus jullie hebben dat misschien wel gezien als je vaker of altijd kijkt. Ging dat een keer per ongeluk. En toen ontdekten we dat dat een best handige manier is om je lijnen weer zichtbaar te krijgen. Wat ik nu doe, is ik pak wat verf uit mijn napje. En van die verf maak ik hier in mijn aquareldoosje een waterig mengsel. Zo. Die breng ik aan over die bloem. Gewoon redelijk slordig. Dat gaat erin trekken. Ik spoel mijn perceel even uit. En maak die randen even nat. Zo. En dan heb ik een stuk keukenrol nodig. En mijn waterspray. Die ik beter even had kunnen vullen. En ik dep eigenlijk al die verf weer weg. Nou ben ik iets te snel geweest. En nu, even een beetje meer zo, zie ik de randen van mijn bloem wel. Natuurlijk blijven hier wat watervlekjes in de achtergrond zitten, maar dat geeft niet, dat zie je straks echt niet meer. Andere kant doe ik hetzelfde. Dus ik pak mijn waterige mengsel weer op. En ik ga over die bloem heen, over die lijnen heen. Laat het een beetje intrekken. Zo ook zo'n beetje overheen boenen. Deze gaat al iets minder makkelijk. Het gaat het makkelijkst als de inkt nog wat aan de natte kant is. Ik vaag die randjes gelijk even uit. Pak ik de waterspray. Daar gaat hij al. Ik zie hem al. Zo. Spuit ik eigenlijk je verf allemaal vloeibaar. Ik dep het weg, zodat hij droog is. En daar zijn mijn randjes. En die kan ik nu heel goed zien. Maar dan heb je toch geen randlozen meer. Nee, dat klopt. Maar dit is dezelfde kleur als waar ik zo mee ga werken. Dus prima. Ik doe dat bij de groen hetzelfde. Even kijken hoor. Hier is mijn perceel. Zo. Breng wat kleur aan op dat doosje. Beetje water erop. Zodat het een beetje een waterig mengsel wordt. Ik heb daar rood zitten, dus daar moet ik een beetje uit de buurt blijven. En dan ga ik met die groen over die bladeren heen. Hieronder smeer ik hem gelijk maar helemaal uit. Hier maak ik de randen weer gewoon even nat. Zodat het niet gelijk allemaal opdroogt. En dan kun je, om nog wat meer verf ook aan te brengen eventueel, kun je die bladeren steeds helderder maken en duidelijker zichtbaar. Nou, vervolgens pak ik die waterspray weer. Mijn blaadje weer en ik dep mijn verf weg. En nee, dat hoeft niet helemaal weg te zijn. Die vlekken die mogen erin. Want hier heb ik precies dezelfde techniek toegepast. Die vlekken die maak ik er straks ook nog in. Andere kant. Doen we weer hetzelfde. Nee hoor, dit kan ook met andere verf. Volgens mij heb ik dit toen Ooit is met een grafietint gedaan. Maar ja, ik werk zelf het liefst met Daniel Smit, omdat ik die kleuren gewoon prachtig vind. Maar dat is weer wat anders. Dus niet, ik heb dit trucje nog nooit uitgeprobeerd met bijvoorbeeld aquarelverf van Studio Light.
Zover was ik nog niet. Maar met die van Daniel Smit, en ik meen dat het toen de grafietint was, lukt het. Zo. Beetje meer water erop. En waarom doe ik dat water? Zodat die randen niet opdrogen, want dan blijf je ze heel erg zien. Spuit ik er met de waterspray op. En met de waterspray, dat doe ik alleen maar zodat de verf nat is en ik hem weer makkelijker op kan pakken met het doekje. Nou, en nou waren die bladeren al redelijk zichtbaar. Omdat het zo, nog niet droog was. Nou, en dan heb ik dit. En als je nu van dichtbij kijkt, dan zie je mijn lijnen dus wel. Het is nog een beetje rommelig, maar dat is nu aan, nou ja, aan jou de eer, zeg maar, om dat dus niet meer rommelig te gaan maken. En hoe heet de inkt waar ik mee gestempeld heb, die vraag zie ik voorbij komen. Dat is deze Fade Out No Line Coloring Incon 3. En ik zal even hier zorgen dat ik op mijn toetsenbord kan. Want daar heb ik alles net bovenop gegooid. Zo. Hier heb ik nog de link naar de producten van vanavond. Er staat ook nog alles op een rijtje. En daar is dus ook een re-inker van. Nou, dit is nu droog genoeg om op te werken. Ik heb hem niet droog geblazen met de heat tool, dat hoeft ook niet. Even de laatste slokken koffie, dan gaan we lekker kleuren. Ik doe de camera maar weer wat naar beneden. Dan kunnen we de kleuren beter zien. Sorry voor het gezwabber. Oh, er ging het hele statief om. Dan moet ik geen dingen met één hand doen. Zo. Zo, nou, de koffie was alweer lekker koud. Ja, pot water erbij. Doekje om penseel aan af te vegen. En dan laat ik jullie zien hoe ik deze kleur. En als ik dan straks nog hopelijk wat tijd overhoud. Nou, dat gaat niet lukken, maar misschien kan ik er nog eentje stempelen met die roos of die grote roos. Die is weer leuk voor een andere keer. Dan even kijken waar we aan toe komen. Ik wil altijd veel te veel. En dan komt er weer niks af en dan krijgen we dat weer. Maar wat ik doe, en dat heb ik al vaker laten zien, is, en nu moet je wel sturen met je penseel natuurlijk. Ik breng die donkere kleur breng ik aan op de plekken waar het donker moet worden. En vervolgens neem ik een nat penseel en laat ik die verf uitvloeien over het hele blad heen. Tot aan de randjes. Zo. Nou, zo'n dingetje wil ik niet. Dat poets ik nog een beetje weg. En dan laat ik het. Dan ga ik naar het volgende blad. Dan pak ik weer uit het napje. Pak ik weer wat verf. Ik zet het weer aan de rand aan. Spoel mijn penseel uit. Dep hem een beetje af. En verspreid die lichte verf over het hele bloemblad. En zo maak ik eigenlijk die hele roos af. En zo werk je met de Daniel Smit verf dus heel makkelijk van donker naar licht. En dit kan ook met een andere aquarelverf, met deze aquarelverf. Ja, die heb ik nou eenmaal veel kleuren van. En ik ben fan, maar dat wisten jullie vast al lang. Wat ik niet doe, is direct, kijk, en nu kan het wel weer, maar gelijk naast het volgende ding werken. Kijk, nu kan ik deze wat doen, omdat de bloem hiernaast, of het blad hiernaast al aardig droog is. Maar als ik dat gelijk doe, dan wordt het een rommel, omdat al die verf en al die nattigheid dan in elkaar overloopt. En dat willen we natuurlijk niet. Er zit hier een haartje. Heel leuk. Haartjes geven altijd vervelende effecten. Zo. Dan pakken we hier het grote blad. Ik gebruik nu penseel nummer 2. Je
kunt het ook prima met penseel nummer 1 doen. Misschien zelfs nog prima deurder. Zo. En kijk, deze vind ik nu een beetje donker aan de rand. Wat ik dan doe is, ik spoel mijn penseel weer uit. En dan pak ik met het vochtige penseel een rand van die kleur weg. En zo kun je, zolang je verf nat is, en ook eigenlijk als je verf weer droogt, heel wat corrigeren hiermee. En deze kleur die ik nu heb gebruikt, het is de Pearline Maroon. Dat is echt een beetje een vintage roodachtige kleur. En je ziet dat die echt een hele mooie uitstraling heeft. En in het echt is het allemaal nog net even wat mooier dan op een lijf, maar... We zijn nu eenmaal niet op het echt. In het echt. Zo. Ik kan dit ook met een waterpenseel. Nou ja, weet je, ik werk met Dennis Smit verf. En ja, dit kan met een waterpenseel. Maar ik vind als je een topkwaliteit aquarelverf gebruikt, dan mag je eigenlijk ook best wel een topkwaliteit, of in elk geval een penseel gebruiken. Maar met een waterpenseel kan het ook zeker. Het is ook net wat je gewend bent. Ik pak even mijn penseeltje nummer 1, want de vakjes worden nu wat kleiner. Ik heb niet de makkelijkste stempels genomen om te kleuren. De makkelijkste, dat is die grote roos met het open hart. Die gaat echt wel, die kleurt lekker makkelijk weg. Deze zijn wat lastiger, maar ze zijn zo mooi. Zo. Nou, hier is het heel klein, hè? Dat zien jullie vast ook wel. En het geeft op zich ook niet. Als je per ongeluk een klein blaadje wegpoetst, want dat zie je dan niet meer. Soms zitten daar ook voordelen aan. Kijken hoe ik het hier in mijn voorbeeld had gedaan. Dan kleurt het wat sneller weg. Ik draai hem heel eventjes een beetje. Maar ja, jullie zien dat het echt... je krijgt een heel mooi aquarel effect zo erin. En... ja, dat. Niet en hem, gewoon dat. Oh. Ik heb de camera vrij laag hangen. Dus nu tik ik er dan weer tegenaan met mijn penseel. Dat kan alles gebeuren. Breng voorzichtig wat kleur aan. Nu even twee bladeren tegelijk doen. Je kunt ook altijd, als de verf droog is, nog weer kleur wegnemen. Maar ja, alle kleur die er niet zit, hoef je niet weg te nemen natuurlijk. Dus dan ga ik hier even met de penseel wat langs. Dan nemen we deze. Okay, alleen als je dit thuis gaat doen, adviseren, werk rustig blaadje voor blaadje. Maar ik probeer natuurlijk voor een lijf ook een beetje door te werken. Dan stoor ik me nu al hier aan dat dit
moet donkerder worden. Dus een beetje weg. Dus dan breng ik weer wat nieuw aan. Zo. En dat kan dus ook. Je kunt laag over laag werken. Je kunt deze manier toepassen met meerdere kleuren over elkaar. Dat heb ik bijvoorbeeld bij die gele gedaan. Die ik net liet zien. Daar heb ik meerdere kleuren over elkaar heen gezet. En zo. En zo kun je dus lekker aan de slag. Het lijkt zo makkelijk als jij dit inkleurt. Ja, ik heb het wel iets vaker gedaan. Maar het is ook niet zo heel moeilijk. Het is alleen even een handigheidje erin krijgen. En je zet die verf langs de rand. Waar het donker is, zet je die verf dik aan. Met veel pigment, zoals ik hier doe. Dan spoel ik de penseel uit. Dan is die helemaal schoon. En met die schone penseel ga ik in het randje van die verf. Dus niet over het hele vlak heen. Maar in een klein randje. En dan pak je wat pigmentjes op. En zo kleur je die in. Natuurlijk kan je ook nat in nat werken. Je kunt... Dit is een klein beetje vals spelen. Qua technieken. Maar ja, wat is vals spelen als het werkt? En soms denk je van hoe loopt het lijntje nou? Nou, dan geef ik hem maar een draai aan. Zo. Dat is een rommelig hoekje. Neem ik een nat penseel en ik veeg het zo glad. Gebruik je één pot water? Ja hoor. Welke ondergrond is het best op te werken? Bedoel je dan het papier, Nikki? Of bedoel je de onderlegger? Die ik onder mijn papier heb liggen. Want als je dit gaat doen, moet je wel op aquarelpapier werken, als je dat bedoelde. Ja, die onderlegger, de ondergrond maakt eigenlijk verder niet uit. Het is handig als je onderlegger wel waterbestendig is. Omdat ik heb vorige week een magneetmat gekocht bij de Duif. Dus dat is deze. Dus ik dacht van, nou laten we die dan eens gebruiken voor de lijf. Alles wat je nieuw hebt wil je gebruiken, toch? Maar hier zitten van die magneten bij. En een lineaaltje. Dat vind ik zelf, die wilde ik eigenlijk al heel lang hebben. Maar ik heb niet zoveel plek in mijn mini huis. Maar ik heb toch de verleiding niet kunnen weerstaan om hem te kopen. Ook met stencils en zo, dan kun je die magneten daar opleggen. Die hebben jullie wel vaker gezien. Je hebt ook een roze van Vaassen, maar ik vind blauw beter. Het is wat minder heftig. En wat hieronder, voor wat ik verder voor onderleggen heb, ik heb ooit voor de lijfs heb ik een houten plank gemaakt. Met een beetje bijts. Omdat dat moest dan weer. Omdat ik heb een bruine tafel. Met een soort zijdeglanslak. Maar daar spiegelen de lampen heel erg op. Dus dat werkte voor lijfs. Werkte dat absoluut niet. Werd heel vervelend kijken. En je ziet trouwens dat ik met kleuren ook heel veel mijn werk draai. Omdat ik het makkelijk vind om... in de richting van mijn hand te werken. Het is eigenlijk gewoon zelfs vervelend als je dat andersom moet doen. Op een gegeven moment wen je aan technieken die voer je op een bepaalde manier uit. Wat dat betreft doe ik altijd mijn eigen ding.
En ja, dat werkt dan vaak het makkelijkst op één manier. Nu neem ik even een risico door deze twee naast elkaar te kleuren. Maar gaat goed. En ik heb inderdaad gewoon één pot met water. Je kunt ook een bakje nemen, zo'n penselenbakje met zo'n spiraal erboven waar je penselen gelijk in kan drogen. Die zijn ook handig. Die tikken ook wat minder irritant misschien, maar ik heb gewoon een pot met water. Ik heb ook wel eens als ik ga schilderen, echt aquarel maken, dan gebruik ik meestal twee potten water. Ik denk ook dat het daarom gevraagd werd. Omdat dan spoel ik in de ene spoel ik mijn penseel uit en in de andere pak ik dan schoon water. En dan, maar dat hoeft nu niet. Bij zo'n klein stempeltje. Nee, een glasplaat met potloden is inderdaad vervelend. Want in die glasplaten, daar zit zo'n matte structuur in. Dus ik kan me voorstellen dat dat niet zo fijn gaat. Maar voor aquarel kun je die glasplaat eigenlijk prima gebruiken om eronder te leggen. Maar ik kan me voorstellen dat dat inderdaad met je leidvastpotloden niet zo fijn werkt. Omdat je dan die structuur kleurt van je glasplaat. En het fijne van deze ondergrond is op zich dat die gewoon nat kan worden. Hier zit ook nog iets geks. Ik probeer een beetje te kijken nu hoe ik hem nog moet kleuren. Zo. Nou, en hier bij die kleinere bladeren, daar krijgen we een beetje de grote improvisatieshow. Het geeft ook niet als je nog een randje wit laat. Dat is ook helemaal niet erg. Trouwens. En als het te dicht gekleurd is, zoals hier nu. Dan pak je met je penseel een nat penseel en die veeg je dan steeds af. Pak je de verf weer wat weg. Zo, nou en zo hebben we eigenlijk in een sneltreinvaart hebben we hier die roos gemaakt. Zitten nog wat verbeterpuntjes hier en daar. Net zoals hier. Meer pigment pakken. Als je zo'n rand er opnieuw inzet, dat vind ik nog wel een tip. Werk daarna toch eventjes snel dat uit over het hele blad. Met een nat penseel, dan krijg je namelijk geen lelijke randen in je werk. Dat is nog wel de tip van de dag, denk ik. Nou, ik heb hier nog wat van dat verdunde spul. Dan kunnen deze randjes nog meegedaan worden. Een heel dun laagje. Die moeten ook wel wat lichter blijven. Nou, dan de blaadjes. Hier moet ook nog blaadjes mogen bijna. Zo. En zo kun je het gewoon helemaal netjes afwerken eigenlijk. Poes die slaapt ook weer. Zo. Nou, en als dit droogt,
Dan droogt dat helemaal mooi egaal, die bladeren. Dat doen we op dezelfde manier. Vorige week heb ik verteld over een nerf met een donkere en een lichte zijde. Die regel die geldt hier ook. Dus ik neem wat donker pigment uit mijn napje. Daarom heb ik ze nat gemaakt. En één zijde van dat blad, dat wordt donker en één zijde wordt licht. Nou, ik neem de onderkant hier nu. En de bovenkant. Zo. De onderzijde. Die maak ik zo. Trek ik naar onder met een nat penseel. En dat doe ik hier ook. En op die manier kleur je de blaadjes heel snel. Eigenlijk best wel heel mooi. Hoef je niet veel aan te doen. En de nerfjes blijf je ook nog zien. En dat is het leuke aan deze verf en inkt. Het vraagt wel wat oefening. Maar met deze techniek die ik dus aan het begin liet zien, maakt het al een heel stuk makkelijker. En soms is het ook wel leuk als het wat moeilijker gaat, maar het effect wordt zo mooi. Het is net, toen ik ze op de Art Specialty mee had, waren er ook dames bijvoorbeeld die dachten dat ik het zelf had geschilderd, die rozen. Nou, echt niet hoor. Misschien zou ik het kunnen, ik weet het niet. Maar dat waren gewoon stempels. Niet nat genoeg. Merk je eigenlijk ook gelijk als je niet genoeg water gepakt hebt op je penseel, dan vloeit het niet. En als je te veel water hebt, dan vloeit het te veel. Dus dat is wel, aquarel is wel de kunst van het doseren, zeg maar. Zo. Nou, dat is, je ziet dat die blaadjes die komen helemaal tot leven. Op deze manier, nou, dit blad hier heeft een krul erin. Dus die zet ik hier. Donker langs die ondernerf, maar ook hier langs. En hier langs de bovenkant donker aan. En hoe weet je dat? Ja, dat is gewoon ervaring. Dat heb ik vaker gedaan. Nou ja, neem dat dan lekker van mij over. Zo. Ik heb nu een penseeltje 1. Maar ik wil jullie zo ook nog wat anders laten zien. Namelijk hoe ik de achtergrond maak. Nou, kijk, één bloem is nu voor een deel gedaan. Maak ik deze blaadjes nog en dan laat ik even zien wat ik met de achtergrond heb gedaan. Want dat kan ook. Oh, sorry, weer die camera. Want dat kan ik ook prima laten zien. Werk ik nog even zo verder. Zo. Het is bijzonder altijd hoe snel. Ah, dit wordt een rommel. Komt omdat ik het eigenlijk een beetje te snel wil, want er zijn nog dingen die ik wil laten zien. En de tijd die vliegt voorbij. Dat is altijd zo bizar hoe snel dat allemaal gaat. Dan gaan we bijna een uur verder. Nou, deze. Zo, er vloog
Iets door het beeld heen hier. Dat was heel raar. Mijn telefoon. Ik kreeg even storing. Zo. Nou, dan die takjes. Dat is misschien ook nog wel even de moeite waard. Met penseeltje nummer 1. Strijk ik langs mijn napje. Als ik dan nu even goed naar mijn penseel kijk. En ik draai hem. Ik weet niet of ik dat in beeld krijg. Maar als ik hem zo draai, dan heb ik een smallere punt dan wanneer ik hem zo draai. Ik weet niet of het te zien is. Maar dan met die lange kant. Trek ik even een lijntje. Over die stempellijn heen. Hier ook. Een dun lijntje. Dan kun je hem zo mooi maken. Nou, hier mis ik nog een stukje rood, zie ik al. Maar dat komt, komt wel. Want ik heb nog iets te laten zien hoe ik de achtergrond maak. En dat is eigenlijk gewoon alleen maar leuk. Normaal gesproken zou ik zeggen met een achtergrond maken, maak die eerst. Want nu heb ik mijn roos heel mooi gekleurd. Ik ben er blij mee. En nu moet ik dus aan de slag met veel water. En dat komt helemaal goed. Maar je moet er wel een beetje voorzichtig mee zijn. Wat ik gedaan heb is in die achtergrond heb ik de kleuren groen en rood weer laten lopen. En ik heb eerst die hele achtergrond nat gemaakt. Nou, dat is nu extra spannend, want mijn verf is ook nog helemaal niet zo goed droog. Ik gebruik voor het bestrijken van mijn achtergrond en het nat maken ervan, gebruik ik die Casaneo 490. En dan is dit nummer 0 daarvan. Een heel fijn penseel om ook met water in die kleine hoekjes hier te komen. Nou, dat werkt als een trein. En ik heb de andere roos natuurlijk nog niet af. Maar ja, ik wil wel laten zien hoe ik die achtergrond een beetje leuk vorm geef. Zo. Sorry. Nou, hier ligt nu ondertussen een flinke plas water op. Dus echt wel, even kijken of ik het kan. Zie je, het is echt nat. Hier nog iets minder. En dan pak ik vervolgens wat van die verf en die laat ik erin lopen. Met een beetje dapperheid gebruik je zelfs een waterspray. Nou, dat durf ik nu niet, want dan gaat het hier allemaal in en daar ben ik nog niet geweest. En dus dat ga ik nu niet doen. Maar ik ga wel de verf verdelen, zodat het overal een beetje komt. En ik had hier beter groen kunnen pakken. En dat hindert ook niks. Als ik daar groen wil, krijg ik daar groen. Ik neem mijn keukentissue. En ik dep die rood weg. Dan ga ik met een waterpenseel dat weer nat maken. En ik laat daar groen in lopen. Deze rood en deze groen moet je niet te veel door elkaar laten lopen. Want dan krijg je, omdat deze rood een beetje bruinrood is, wordt dat niet mooi. Hier eigenlijk hetzelfde. Ik wil hier ook groen. Weer tegen. Ja, dat is ook, die penselen zijn ook de Casaneo's, maar dan de 5598, waar ik de bloemen en de blaadjes mee heb gedaan. En ik zal zo, als ik hier de groen heb ingezet, nog even één keer de link naar de producten zetten. Dan kunnen jullie precies zien welke. En deze Casaneo, die 490, dat vind ik echt een must-have penseel. Die is zo handig. Die heeft hele lange haren. Waardoor je dus heel mooi daarin kan. In de kleine hoekjes.
Dit soort randen, die hier, die ophopingen, die haal ik weg. Want dat droogt namelijk nooit mooi op. Dus die veeg ik weg met een vochtig penseel. En dan zorg ik dat de rest ook een beetje uitvloeit. Hier ook. Die scherpe randen, die wil ik weg hebben. Zo. En zo heb ik eigenlijk de achtergrond gemaakt. Alleen heb ik het geheel dan eigenlijk eerst beter laten drogen als wat ik nu aan het doen ben. Maar ja, live gaan dingen ook een beetje anders soms als hoe je het in het echt zou doen. Dan kun je nog hier en daar wat donkerdere druppels erin laten vallen. En die laat je gewoon lekker zijn gang gaan. Je kunt ook spetters erin doen. Dan wordt het niet zo egaal. En wat je ook kunt doen, dat is ook heel leuk, is waterdruppels erin laten vloeien. Volgens mij heb ik dat vorige week bij de herfstbladeren ook laten zien. En deze is, nou, deze is niet, nou, dat is wel een hele grote druppel. Maar dan krijg je een wat speelser effect nog. En zo doe ik in de achtergrond vaak lekker spelen met water. Een beetje meer pigment, een beetje minder. En door die druppels water krijg je wat van die kleine randjes. En krijg je juist weer hele leuke speelse effecten erin. Hier kan ik ook zeggen, van, joh, ik wil hier toch gewoon nog wat van die rood erin. Want ik ben nou eenmaal gewoon een eigenwijs. En als het bruin wordt, heb ik pech. Had ik dat maar niet uit moeten proberen. En zo krijg je dus ook op je achtergrond een heel mooi aquarel effect. Het is eigenlijk helemaal niet moeilijk. Het is gewoon spelen. Het ziet er ingewikkelder uit als het is. En het is even spannend om het te doen. Want je wil niet... Oh, weer die camera. En die penseel. Je wil natuurlijk niet dat je je werk verpest. En daarom is het heel fijn als je, nou ja, als je met gewone stempelinkt werkt. Om eerst de achtergrond te maken. Dan kun je het kliederen en het spetteren en het proberen kun je eerst doen. En als je dus met die fade-out inkt werkt, ja, dan heb je bijna geen keus. Omdat je de lijntjes dan toch net niet even goed genoeg ziet. Om het dan eerst te doen. Nou, hier in die hoek. Verkeerde penseel. Pak even de penseel met het water weer. Die fijne. Wat je wel kunt doen. En zo. Ik ga er een beetje omheen. Nou, hier zit redelijk veel water nu. Ik pak kleur. En die kleur laat ik hier ook inlopen. Dus het kan prima met die fade-out inkt. Om er omheen te werken. Als je tenminste die lijntjes wat meer zichtbaar hebt gemaakt in het begin. Via die techniek die ik liet zien. Nou ja, techniek. Het was een ongeluksontdekking. Dus het kan wel. Beetje droog aan maken. Dan kun je met een ander penseel kun je er ook nog donkere pigmenten in laten zetten. Zo. En ja, deze kleur is echt heel mooi, deze rode kleur. Ik weet wel wat ik uitzoek natuurlijk. Nee, het is grappig. Ik heb die kleur nog niet zo lang geleden besteld. En eigenlijk zat hij een beetje in dat napje. En dacht ik, oké. En toen ging ik al die kleurkaarten maken. Want op de groep van de duif, daar staan heel veel Daniel Smit kleurkaarten die ik heb gemaakt. Ik zag wel dat ik er nog een aantal moet doen, omdat ik nog niet alle kleuren heb gedaan. Die ik in mijn bezit heb, maar het waren er voorlopig al even zat.
En nou, toen kwam ik de kleur tegen en ik was op zoek naar, ja, toen ik voor de Art Specially al die voorbeelden ga maken. Nou, doe nog eens een kleurtje. Nou, laat ik eens een kleurtje pakken wat ik nog nooit gebruikt heb. En toen ja, kwam ik eigenlijk deze tegen. Dus die heb ik toen een soort van per ongeluk voor het eerst gebruikt. Nou, ik heb mezelf ondertussen ook aardig groen gekleurd. Dat is ook wel weer bijzonder. Maar, nou ja, weet je, dit is eigenlijk hoe ik het heb gedaan. En ik snap dat jullie zeggen van een achtergrond maken vind ik altijd een risico om je inkleurwerk te verpesten. Laat je dan niet tegenhouden, begin met de achtergrond. Of knip je stempels uit. Dat kan natuurlijk ook. Niemand houdt je tegen om deze stempel uit te knippen en op een nieuwe achtergrond te plakken. Dat maakt helemaal niks uit. Even kijken of ik nog een doekje bij de hand heb om dit even schoon te maken. Ook wel fijn. Ik weet niet of jullie nog vragen hebben, maar anders dan ja, heb ik het meeste wel laten zien. Het is uiteraard weer niet af. Van vorige week heb ik nog wel de herfstbladeren afgemaakt. Voor tenminste eentje, want het werden er ook alweer twee. Maar dit is wat het van vorige week is geworden met de Daniel Smith verf. En daar heb ik toen gewerkt met die embossing inkt. En al die kleuren met al die herfstkleuren. Dus mocht je daar nog in geïnteresseerd zijn, kun je de lijst van vorige week nog terugkijken. Toen hebben we het maken van de achtergrond wat grootser aangepakt. Nou, deze moet ik dus nog wel afmaken, maar daar had ik even lekker geen zin meer in. Zo gaat dat soms. Nou ja, en deze die ga ik nog wel afmaken, want daar ben ik nou lekker mee bezig. Dus dat is een mooie bezigheid voor de rest van de avond, denk ik zo. Ik heb er ondertussen een lekker zootje van gemaakt. Maar ja, daar hou ik stiekem wel een beetje van. Zo. Nou, ik hoop dat ik jullie weer wat heb kunnen laten zien. Dat jullie ook lekker aan de slag gaan met deze mooie stempels en een mooie verf. Volgende week ben ik er weer met wat? Geen idee. Dus dat gaan we nog deze week bedenken. En dan zie ik jullie volgende week vrijdag weer. Geniet van de regen dit weekend. En tot volgende week. Doei doei!